Eén keer in de twee jaar wordt in Nijmegen de reptielenbeurs gehouden. Duizenden bezoekers komen kijken naar de slangen, spinnen, gekko's en nog vele andere diersoorten. Kan jij misschien eens vertellen, hoe ben je nou in de reptielenbranche terechtgekomen? Als kind zijn, ik vond het fantastisch. Ik was altijd met dingen in de weer en op een gegeven moment, ja, dan kom je bij een winkel, dan kom je ermee in aanraking. En dan uiteindelijk, dan komt de eerste bak in huis. Ik was pas een jaar of 15, 16, mijn moeder vond het helemaal niet leuk. En uiteindelijk van één bak komen er twee. Ja, en dan ga je de deur uit. Ja, en dan is de beer los, hè. Dan binnen de kortste keren staan er 20 bakken in aparte kamers, enzovoort, enzovoort. En ja, dat is nog steeds gaande en ik heb er nog steeds lol in. De watergaam is een reptiel, een hagedisachtige, komt oorspronkelijk uit Australië. Daar komen ze ook nog steeds volop in het wild voor. En er wordt op dit moment in Nederland op grote schaal mee gekweekt. Ook in Amerika, daar wordt heel veel mee gekweekt. Ja, en de clue is natuurlijk bepaalde kleurlijnen samenbrengen, bepaalde genetische afwijkingen. Dat heeft niks met de gezondheid te maken, maar wel met de kleurstelling. Om dat samen te brengen, ja, en dat geeft dan dieren met bepaalde kleurslagen. Met een bepaald uiterlijk en daar gaat het ons om. Dit is de Kaapse cobra. Die leeft in Afrika. Hij kenmerkt zich door... Het is eigenlijk de meest gevaarlijke cobra van het hele spel. Want sommige exemplaren die staan erom bekend dat ze dus echt achterna komen als je in de natuur tegenkomt. Ja. Gevaarlijk dier, dus ja, er wel eens om rekening mee te houden. We hebben hier een verscheidenheid aan beestjes, dat we zeggen van leguaantjes, gekko's, heel veel slangen, heel veel spinnen, kleine kikkertjes, maar ook wandelende takken. Heel veel voedseldieren, aanverwante artikelen, juist voor de mensen die een terrarium in willen richten of willen verfraaien, hebben we gewoon heel veel van materiaal hier te kopen.